Ja, ik vind dat met... Ik vind met ik heb dat dus met muzikanten, heb ik dat wel eens. Weet je wel, dat je denkt... Rom, tam, tam, tam. Ik vind dat met zo'n muzikant heb ik dat... Weet je waar ik dat ook bij heb? Weet je dat ook bij heb? Bij Belgen. Ja, ik heb dat ook bij Belgen. Ik wist dat ook niet bij Belgen. Ik heb het met muziek, heb ik dat kennelijk, en ook met taal. Ik vind dat Vlaams, dat vind ik iets. Vind je niet dat Vlaams? Dat heeft zoiets, ja, iets poëtisch, weet je, dat lift echt op. Ik vind, als iemand tegen mij Vlaams begint te praten, dan denk ik altijd, kom maar binnen met je knecht. Ik vind dat, ik vind dat Vlaams. Maar laatst kwam een Vlaamse schrijver, die kwam op mij af. Hij was ook nog schrijver, maar goed, de Vlaamse schrijver die kwam op mij af en die zei een openingszin tegen mij. Echt, nou ja, alles open. Ramen, deuren, de hele flikkerse badkamer eruit. Echt, die Vlaming die kwam op mij af en die zei tegen mij, Louise, wij zouden bijzonder goede exen zijn. Ik dacht, rom, tam, tam, tam. Ik dacht echt, sleep me naar je hol, man. Ik zie dat niet helemaal, de leeftijd is hier vooraan. Nee. Rol me naar je hol. Rol me naar je hol. Kan mij schelen. Rol me naar je hol. Ik vind dat zo aantrekkelijk. Echt, ik vind dat... Woe. Echt, dat heb ik van mijn moeder. Ik vind dat echt... Ah. Man. Zal ik laatst, zat ik op mijn balkonnetje. Tegenwoordig heb ik een balkonnetje in mijn nieuwe huis. Ik had nooit een balkonnetje. En ik zat een lekker krantje te lezen, broodje te eten, een kopje thee. Zat ik... Ik vind namelijk, we hebben wendagen nodig. Wendagen. Ik vind een halve week werken, een halve week verwerken, dat vind ik haalbaar. Weet je, dan denk ik, nou, dat is te doen. Dat is te doen. Weet je, helemaal met al die ellende in de wereld, al die toestanden. Ik denk wel eens, doe me in het 8-uur journaal de halve ellende. En op zijn vroegst om 10 uur de hele. Weet je, maar dan kunnen we een beetje inkomen. Weet je, dan kunnen we er een beetje naartoe werken. Ik weet niet waar ik die troep kwijt moet anders. Ik weet gewoon niet waar ik moet laten. Weet je, zat ik laatst in een eetcafeetje in Amsterdam. En daar zaten twee vriendinnen, jaar of 23 waren ze. Die zaten samen aan het tafeltje. En op een gegeven moment hoorde ik de ene vriendin tegen de andere vriendin zeggen... Ja, maar ik kan het niet meer. Ik ga er gewoon helemaal aan kapot. En ik probeer het. Ik moet er een punt af te zetten. Ik weet het. Waarop die vriendin zei... Amber, hier heb je vriendinnen voor. Ik ben er voor je. Wij gaan hier samen een punt achter zetten. Het is klaar. En toen kwam de ober op dat tafeltje afgelopen. En die vroeg aan die meisjes wat zij wilden eten. En toen zei die vriendin, die zei tegen Amber... Amber, laat mij maar. Jij bent hier niet sterk genoeg voor. Dat weten wij allebei. En die richtte zich vervolgens op die ober. En die zei, wij willen graag 2 hamburgers, maar zonder brood. Ook niet op de zijkant. Geen brood. Nou ja, die ober die liep weer weg. Ja, zei die vriendin. Thank you. Het lukt er maar niet. Thank you. Ja, zei die vriendin. Daar heb je vriendinnen voor. Brood is het kwaad. Het is zo evil. Je moet het niet doen. En ik probeerde me toen voor te stellen dat die vriendinnen, ontvoerd zouden worden. Door strijders van de Islamitische Staat. En dat die dan gevangen zouden worden gehouden in een bunker. Weet je, ergens in de woestijn, een beetje zo'n donkere bunker. En dat er dan op een gegeven moment zo'n hele enge IS-bul die bunker in zou lopen. Die tegen een van die meisjes zou zeggen, het Westen is het kwaad. En dat zo'n meisje dan snikkend zegt, nee echt niet, dat is brood. Brood is het kwaad, brood. Dat is een leuk idee toch? Echt een leuk idee. Zo'n bruidswinkel? Dat is een event. Dat staat dichter bij de dood dan bij het leven.